De aankomende 3 weken wordt er in de Waalhaven gebaggerd. Dat betekent dat de haven dieper wordt gemaakt. De gemeente Nijmegen zegt dat de haven te ondiep is geworden doordat zand en slib uit de Waal zich ophoopt op de bodem. Spannende dagen voor woonbootbewoners die daarvoor tijdelijk moeten verhuizen. Om het werk goed uit te kunnen voeren, moet er wel gepuzzeld worden met boten in de haven. 5 boten, waaronder die van Martin, krijgen tijdelijk een ander plekje. De rest mag blijven liggen. We gaan een stuk zand van de bodem afhalen, waardoor de boten eigenlijk weer meer ruimte hebben. We hebben voornamelijk de invaart van de haven, die is erg verzand door de stroming in de Waal. En om te zorgen dat de haven bereikbaar blijft, doen we dit ook. Dus het is echt noodzakelijk. Nou, ik vind het wel goed dat ze het doen, de uitbagger van de haven. Want als ze dat niet doen, dan komen wij op terzijde tijd, als het laag water is, ook op de grond te liggen. Nee, ze gaan ik denk 100 meter de haven in. Daar aan de stijger heeft de aannemer een mooie stijger neergelegd. En daar worden ze tijdelijk aangelegd. Wij vinden het is ook wel spannend. Ja. Het is maar een heel klein stukje eigenlijk, hè? Maar ja. We gaan alleen maar naar het midden van de haven in plaats van langs de kant liggen we nou dadelijk in het midden. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Het enige probleem is dat we geen gas hebben. Dus we hebben geen heet water om te douchen en zo. Maar verder gaat het ook.